zijn hier vandaag op een aardappelveld waar we een gewas, een bemonstering gaan doen. Daarbij gaan we kijken of het gewas nog goed groeit en of we nog iets zouden moeten bijsturen. Mijn opa die had natuurlijk maar 2 of 3 velden aardappelen, waar hij 2, 3 keer in de week doorheen liep om te kijken hoe dat het groeide en of hij verschillen zag. Dat zag je natuurlijk ook als je dat zo vaak ging doen. Ja, bij mij ligt er net iets anders. Ik heb veel meer velden. En daarvoor hebben we nou dit systeem met sensoren. Die zeggen, die velden, daar gaan kijken, want daar voorspel ik dat iets niet klopt. Nou, die informatie die komt uit gewassensoren, uit bodemvochtsensoren, die verbonden zijn met LoRa-netwerk. Die geven ons een hele hoop informatie over de bodemgesteldheid. En aan de hand daarvan bepalen we welke percelen we gaan bemonsteren. Als we daar zo meteen naartoe lopen, dan gaan we 3 planten oogsten. 3 planten die nemen we mee naar de auto en gaan we hier dan achter op de klep analyseren. De sensoren die zet ik vooral in om die bodemgesteldheid te monitoren. Ik moet voldoende vocht hebben in de grond om te kunnen produceren. Zonder vocht geen productie. Vroeger gingen we naar het veld kijken, namen we wat grond in onze handen en hadden we een bolletje. Was er voldoende vocht? Konden we er geen bolletje meer van maken? Dan hadden we niet voldoende vocht. Wat we toen dus met de hand deden, kunnen we nu doen aan de hand van die sensordata. Sensoren geven mij een heel goed overzicht wanneer ik moet berekenen en hoeveel ik moet berekenen. Als wij nu 5 of 10 jaar verder zijn, dat een computersysteem tegen mij zal vertellen van joh, ga eens op dat veld, op die plek, een gewasanalyse doen of een bodemmonster nemen of kijk eens naar de bodemvochtgesteldheid. Dus die data wordt alleen waardevol als wij daar een interpretatie aan geven. En die manier gaat ervoor kunnen zorgen dat we met veel minder input veel meer kilo's van een hogere kwaliteit kunnen produceren.